Ja, natuurlijk vis hier weer en vandaag weer een nieuwe Gun Game Sensitivity Challenge. En ja, vorige potje haalden wij niveau 12. Daar staat hier nog op staan trouwens, de instelling gaat meteen veranderen. Want ik ga het nog een keer opnoemen natuurlijk. Ik heb 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 en 13 gehaald. Dus ondertussen wordt het toch wel een beetje lastiger om dingen te doen. 5 heb ik dus gehaald. 9... En ik nog niet gehaald. Dat is mooi, dan gaan we die doen. Lekker op niveau 9. 9 is natuurlijk alweer wat trager. Oh, wat het raar is dat. Ik ben nou gewend om heel snel. Dat is stom, hè? Dat is echt fucking stom. Maar, we zijn natuurlijk net begonnen. Oh, laggy. Was laggy. Ik had een lag spike. Oh. Ah, kom op! Lag spike. Even kijken. Die spawn hier, dat is mooi. Even kijken. Ook mooi trouwens. Oké, dat is ook mooi. Kut! Eentje erboven. Ik had het duel echt gewonnen. Ik had het duel gewoon echt gewonnen. Hé, kut man. Iedereen loopt weg van me. Nou, behalve die dan. Die ook niet dan. Dat is helemaal mooi. En er spawnt hier nog eentje. Ja! Oh, hij ging net achter het muurtje. Dat deed hij wel slim hoor, als ik heel leuk ben. Oh, wow, wow. Jop, headshot, biats. Oh, wat raar. Ik ben helemaal gewend die hoge sensitivity. Dat is echt heel raar, jongens. Als ik eerlijk ben. Oh, hij is gekwit. Oh, nee. Maar hij was niet gekwit. Maar hij was wel, oh, weg gewoon in één keer. Ik sta tweede op dit moment. En, moet ik even nog even alle zeilen bijzetten, zo te zien. Hé, wat een rare dead. Ik moet echt wennen. Dat is echt raar. Als je eerst opneemt en je gaat ineens van je hoge sensitivity naar een lage sensitivity, dan lijkt alles veel te traag. Kom op. Ja, ik switch niet te snel van mijn wapen. Zo kut is dat. En ik begin... Ik vind dit echt... Als ik in back alley spawn... Dat vind ik echt een irritante kutplek. Oh, nee. Ah, come on. Wat kan je daar nou aan doen, hè? Daar kun je echt weinig aan doen. Ja, dat is nice. Nice. Snivy, snivy hier, zie ik alweer. Hey. Oh, wat een mazzel. Hoe ik die kill had, ik weet het echt niet. Weer een back alley spawn ik. Flikker toch op met je fucking back alley. Nou, en dan loopt iedereen weg van me, hè. Ik haat dat echt waar. Mensen weglopen, hè. Kut. Nou, en spawn ik weer hier. Echt een aidsplek, hoor, als ik eerlijk ben. Kom maar, durf dan. Kutleiers! Campers! Hier, ik spawn hier weer. Ik wil hier niet spawnen, jongen. Ik wil hier niet spawnen. Yeah. Kom maar hier, kom maar hier. Doe het dan. Kijk, ik wist het ging, dat iemand ging proberen. Ja toch? Dat wist ik gewoon dat iemand ging proberen. Oh my god. Oh nee, dat glitsen! Durf het. Hij heeft al crossbow, hè? Ja, hij heeft een crossbow al. Oh nee! Ik heb hem nog. Oh jongens, wat een kutspons! Ja? Ik heb hem! Onze crossbow boy. Ja! Ik heb hem ook nog. Wat een mooie kill was het trouwens in die final. Want ik werd ondertussen gecrossbow. Dus dat was echt een mooie kill. Dat is een nice kill. Nice kill. Kijk hier. Hele rare kill was dit. Kijk. Hè? Huh? Oké, legit. Zullen we maar zeggen. Legit. 20 om 16.
Dit was een langer potje dan net, maar het was echt kutspons. In Psycho daar spawnen is echt pure aids. Maar ja, slechte potjes winnen is ook natuurlijk altijd fijn. Dankjewel voor het kijken. Geef me een duimpje omhoog natuurlijk, we hebben 100 likes. Zo snel mogelijk weer online. Bye bye.